Welkom in de Doelen en welkom bij het Rotterdams Philharmonisch Orkest. Ga je mee? Als je binnenkomt, staat er iemand met een lijst met de naam van jullie school erop. Als we die gevonden hebben, krijg je je eigen begeleider. Ben je bijvoorbeeld van de Waterlelie, dan mag je naar de begeleider van de Waterlelie. Je jas en je tas hou je bij je. Die gaat mee de grote zaal in. Wat wel belangrijk is, is dat je even naar het toilet kan voor de voorstelling, want tijdens de voorstelling is daar geen mogelijkheid toe. We komen nu aan bij de grote zaal. Je begeleider weet precies waar je moet zitten en neemt je mee de zaal in. Als je binnen bent in de zaal, verwijst de begeleider je naar je goede plek. Je zit bij een instrument. Let op dat je goed doorschuift in de rij. Als je eenmaal in de zaal zit, ja, dan begint de voorstelling. Tijdens de voorstelling mag je niet eten of drinken. De mensen op het podium hebben hun concentratie hard nodig om deze fantastische voorstelling voor jullie te maken. Probeer dan ook zo rustig mogelijk te zijn. Behalve als je mee mag doen natuurlijk, want dan moet je juist heel hard meedoen. We wensen je heel veel plezier tijdens deze voorstelling. Na de voorstelling geeft de begeleider je een seintje wanneer je kan opstaan en meegaan naar de uitgang. Heel leuk dat je er was en heel graag tot een volgende keer.